Je merkt het bijvoorbeeld ook aan hoe mensen naar je kijken. Bijvoorbeeld de commissie zorg vorige periode, dat waren vooral vrouwen. En dat werd de commissie van de kijf en de wijven genoemd in de wandelgangen. Dat is echt niet oké. In het christendom speelden vrouwen een grotere rol dan we vaak denken. Maria Magdalena koos ervoor om tegen de gewoontes van de tijd in leerling te worden van Jezus. Met alle gevolgen van dien. Altijd zijn er vrouwen geweest die de moed hadden om hun eigen weg te gaan. Ook nu. In deze serie spreek ik, Marleen Stelling, vier vrouwen met christelijke wortels over hun belevenissen in een man's world. Vandaag is dat Lisa Westerveld, die hoge verwachtingen heeft van meer vrouwelijkheid in Politiek Den Haag. Lisa, goed dat je er bent. We gaan het hebben over vrouw zijn in de politiek en jij bent ervaringsdeskundige. Ik wil eigenlijk beginnen met een open deur. Dit is een rijtje, ja, zeg het maar. Ja, oud-politici. Ja, premiers. Oud-premiers, ja. Ja, het zijn allemaal mannen, hè, geloof ik. Het zijn alleen maar mannen, ja. Ja. Wat doet zo'n rijtje dan? Want we hebben natuurlijk Den Uyl en Van Acht, Lubbers, Kok. En Rutte, ja. Nou, ik denk dat het iets zegt over hoe mensen aankijken tegen politici. Dat als je denkt over wie is nou een politicus, dan heb je het beeld in je hoofd van een meneer, vaak van middelbare leeftijd, met een pak en een net stropdas. Ja, en ook heel serieus, toch? Dan, heel serieus. Serieus gezicht. Ja, heel statige mannen zijn het eigenlijk allemaal. Ja, die de boel wel even bestieren. Ja, die de baas zijn van dit land. En loop jij vaak tegen dat beeld aan? Ja, toch wel, denk ik. Dat wil je eigenlijk niet, want je wilt ook dat de Tweede Kamer, maar ook het kabinet, dat dat een afspiegeling is van de samenleving. En wat je in praktijk natuurlijk ziet, is dat het niet zo is. Dat er minder vrouwen in de Kamer zitten, dat er minder mensen van kleur in de Tweede Kamer zitten. Als je kijkt naar het kabinet, dan hebben we in Nederland natuurlijk nog nooit een premier gehad die vrouw is. Of een andere kleur heeft. En dat doet natuurlijk wat met het beeld dat mensen hebben, ook van mij als politicus. Ja, want en hoe kom jij daar persoonlijk dan mee in aanraking? Nou, ik merk wel eens dat mensen helemaal op sociale media, je bijvoorbeeld zeg, ja, dat meisje moet even haar mond houden. Dat soort opmerkingen. En dit is nog een nette, want je hebt best wel veel andere mensen die wat minder netjes reageren. Dus dat soort reacties krijg je vaak. Dus jij strookt zeg maar zo niet met de verwachtingen die mensen dan hebben van een politicus, dat je dan dus daarop aangesproken wordt. Ja, en ik denk inmiddels zit ik al wat langer in de Kamer. Of in ieder geval, dit wordt mijn vijfde jaar. Dus inmiddels heb ik wel laten zien op de inhoud dat het mij ook gewoon lukt om een goed volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. Maar helemaal die eerste anderhalf jaar liep ik daar wel heel vaak tegenaan. Dat je telkens het gevoel hebt, ik moet een stapje harder lopen. Ik moet dit debat echt op de inhoud voeren. Want anders dan denken mensen dat ik het niet kan. En wat doet dat met jou? Nou, het maakt in mijn geval dat ik me heel erg goed op alles voorbereidde. Maar het maakt ook wel dat je soms misschien wel wat te angstig bent. Ik merk gewoon dat in de loop van de jaren ben ik makkelijker geworden in het debat. Omdat je het vaker hebt gedaan natuurlijk. Maar aan het begin had ik best wel vaak, dan zit je te twijfelen. Moet ik nou wel of niet die interruptie stellen? Stel dat dit een hele domme vraag is. En dat blijkt dan vaak helemaal niet zo te zijn. Dus je moet het gewoon doen. Maar je laat je wel in het begin, tenminste ik liet me in het begin, ook nog wel eens een beetje afschrikken door het beeld dat mensen van je hebben. En is dat onrecht? Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Je zou eigenlijk, ongeacht wie je nou bent, zou je die plek moeten hebben. Want je bent immers een gekozen volksvertegenwoordiger. Maar je merkt toch wel dat het soms wat moeilijker is om, als je niet aan het stereotype beeld voldoet, om dan aan iedereen te laten zien dat je echt die volksvertegenwoordiger bent. Ja, want jij ziet natuurlijk ook andere vrouwen om jou heen die politicus zijn. Zie je ook dat verschillende vrouwen er ook op een verschillende manier mee omgaan met dat vooroordeel van de politicus is een man? Ja, ik denk het wel, maar het is natuurlijk ook wel moeilijk te beoordelen. Hè? Want we zitten nu weer in een nieuwe Tweede Kamer met ook wel allemaal nieuwe mensen die erin zitten. Nou, ik ben inmiddels, ondanks dat dit pas mijn tweede termijn is, toch een van de meer ervaren Kamerleden. Dat voelt een beetje gek om dat te zeggen trouwens. Maar ik heb wel de indruk dat vrouwen af en toe echt die stappen harder moeten zetten. Om in dat debat serieus genomen te worden. Je merkt het bijvoorbeeld ook aan hoe mensen naar je kijken. Bijvoorbeeld de commissie zorg vorige periode, dat waren vooral vrouwen. En dat werd de commissie van de kijf en de wijven genoemd
in de wandelgangen. Dat is echt niet oké, dat in de Kamer de commissie die naam had. En toch werd er zo over die commissie besproken, terwijl dat allemaal hele goede inhoudelijk deskundige vrouwen waren. En als het mannen waren geweest, dan had het niet zo besproken geweest. Ja, ik had laatst een debat met de woordvoerder van de VVD over corona. En dat was best een goed inhoudelijk gesprek volgens mij. En je krijgt dan toch weer terug van mensen te horen, oh, wat een bitch fight in de Kamer. En als dat twee mannen waren geweest, dan denk ik toch dat mensen anders hadden gereageerd. En wat doet dat met jou? Waar raakt dat? Nou, inmiddels heb ik wel een soort van schild gemaakt daarvoor. Want je krijgt elke dag gewoon vervelende opmerkingen op sociale media. Dat hoort er kennelijk bij, hoewel het er nooit eigenlijk bij zou moeten horen. En dus echt opmerkingen waarop je aangesproken wordt op jouw vrouw zijn? Ja, of je kleding, of over mijn haar, of over wat ik aan heb, of over wat je zegt. Dat gebeurt eigenlijk elke keer wel, elke dag wel. En inmiddels heb ik geleerd om me daar gewoon niks van aan te trekken. Maar ik vond het aan het begin wel lastig, want dan krijg je weer, dan heb je een debat gehad over de onderwijsbegroting bijvoorbeeld. En dan gaan alle opmerkingen over je uiterlijk. Dat was een paar jaar geleden. En ik weet wel dat ik dat toen echt wel heel heftig vond. En het is een soort van leerproces of zo waar je doorheen moet gaan. Want inmiddels denk ik, ja, mensen die houden toch niet op. Die doen dat toch wel. En wat voor gedachten gaan er dan door je hoofd in die tijd dat je dat zo heftig vond? Wat denk je dan? Nou, toen dacht ik, deze jurk doe ik dus nooit meer aan. Want mensen vinden daar wat van en het leidt af van het debat. Ja. En daar hou je dus wel rekening mee. Dat je altijd toch wel in je kleding, in wat je draagt, iets doet wat niet afleidt van het debat. Omdat anders mensen daarop je gaan becommentariëren. En is er ook nog een stem in jou die dan zegt van ja, maar jongen, ik ben er zelf inmiddels wel van overtuigd dat ik hier voor mijn inhoud sta. En dat mensen mij dan aanspreken op mijn uiterlijk, dat is niet mijn probleem. Ja, wel steeds meer. Maar ja? Kijk, als je natuurlijk beginnend Kamerlid bent en je staat voor het eerst daar achter die microfoon. En voor het eerst voer je die Kamerdebatten. Dan is het natuurlijk best wel heftig als er veel commentaar binnenkomt. En inmiddels... Ja, heb ik al best wel veel debatten gedaan en trek ik me er niet zo heel veel meer van aan. Want als ik jou hoor praten, dan ja, ik vind het gewoon oneerlijk. Dan denk ik, ja, volgens mij zijn jouw dagen net zo lang als die van een mannelijke collega, toch? Dat denk ik en, wel, ja. En verdiep je je zeker zo inhoudelijk als iemand anders. Waarom zou jij je dan moeten wapenen tegen al die zooi die dan over je uiterlijk over je heen komt? En een man hoeft dat niet. Dat is toch gewoon oneerlijk? Ja, ik denk dat bij mannen komt natuurlijk ook wel hè, commentaar op uiterlijk voorbij. Maar er is nou ook eenmaal van een man denk ik minder te zeggen. Want zijn het allemaal mannen in pak met ja, een ze zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat mensen het wat makkelijker vinden om af te geven op vrouwen dan op mannen. En voorbij uiterlijk, hè? Vraagt politiek en werkzaam in de politiek zijn, vraagt dat ook om mannelijke eigenschappen, zeg maar? Vraagt dat ook om ego? En ja, nu schilder ik de man heel negatief af, maar vraagt dat om een soort haantjesgedrag of de aap op de rots, zeg maar? Ja, er is ook wel eens onderzocht, hè, dat heel veel eigenschappen die bij vrouwen passen, dat die vaak wat minder positief worden gezien. En ik denk inderdaad wel dat als je in een politiek debat zit, dan wordt van je verwacht dat je een soort waardigheid uitstraalt. Dat je op die inhoud zit, dat je er staat. En bijvoorbeeld iets als empathie wordt veel minder gewaardeerd. Terwijl ik denk dat het als politicus minstens zo belangrijk is dat je invoelt met mensen om je heen. Ja. Dat je verhalen van mensen die je hoort. Ik ben bijvoorbeeld woord voor de jeugdzorg. Echt de meest verschrikkelijke verhalen komen bij mij naar binnen. En dat zijn natuurlijk ook echt zaken die ik heel belangrijk vind voor een politicus. Maar die wel minder worden gewaardeerd. En ik zie dat ook in de onderwerpen in de Tweede Kamer die behandeld worden. Dat de onderwerpen waar empathie belangrijk is, dat die minder ruimte krijgen. Nou, misschien een voorbeeld. Ik ben nu 4 jaar dus woord voor de jeugdzorg. En het gaat echt niet goed. En echt heel veel kinderen worden onvoldoende geholpen. Maar ik heb al 4 jaar het gevoel dat we roepen in de woestijn zijn. Omdat het bijna niet over deze onderwerpen gaat. En waar het wel over gaat, dat zijn ja, de zaken die we heel groots vinden. De financiële zaken, buitenland. Dat zijn onderwerpen waar je potentieel veel meer aandacht voor krijgt. Dan iets als ja, de tragiek in de jeugdzorg. En nu zijn er natuurlijk wereldwijd wel plekken waar vrouwen steeds meer ruimte krijgen en ruimte nemen om politiek te bedrijven. Wordt politiek ook anders als vrouwen daarin dominant worden? Dat vind ik
lastig om te zeggen, maar ik denk wel dat het voor het beeld belangrijk is dat mensen zich vertegenwoordigd voelen. Want we zien nu dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Nou, deels heeft dat natuurlijk gewoon te maken ook met slechte besluiten die de afgelopen tijd zijn genomen, met schandaaltjes die bekend zijn geworden. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken dat mensen thuis niet altijd zich vertegenwoordigd voelen in het debat. Dat ze het gevoel hebben dat hun geluid niet wordt gehoord. En dat laat zien waarom het zo belangrijk is dat die Tweede Kamer echt een afspiegeling is van de hele bevolking. En dat doen we gewoon echt niet goed in Nederland. En waarin empathie hard nodig is. Ja, en dat je dus snapt wat er leeft bij mensen. En dat is iets wat sowieso best lastig is. Want als je dit soort lange dagen maakt in Den Haag, dan ben je soms echt, ik ben soms hele weken tot 's avonds laat in Den Haag. En dan ga ik terug naar Nijmegen en de volgende dag ben ik er weer op tijd. Of ik blijf in Den Haag slapen. Maar het is wel af en toe lastig om dan ook nog, of je moet er echt voor zorgen dat je ook nog met mensen in het land in aanraking komt. Met hen praat en weet wat er speelt. Dan moet je actief naar op zoek gaan. Omdat je al zo geradbraakt bent door het leven in Den Haag zelf. Ja, omdat we soms elkaar ook heel erg druk maken met procedures en met vergaderingen en alles wat er moet gebeuren. Maar minstens net zo belangrijk is het dat we op bezoek gaan. Dat we bij mensen thuis komen, in de scholen komen, in jeugdzorginstellingen komen. Dat we dat allemaal doen. Ja. Maar ja, dat kan niet als ik op diezelfde dag ook een debat heb. Ja. Zullen we even naar jou als meisje gaan? Ja. Want volgens mij zat het vuur er al heel jong in, hè? Ja, beetje wel, hoewel ik me toen nooit heb beseft. Nee? Want ik las iets over jou en het gebouw waar wij nu in zitten, het Instituut Kerk. Wat is er gebeurd? Want jij bent wel in een kerk opgegroeid, hè? Ja, mijn ouders zijn christelijk gereformeerd. Dus bij ons was het ook echt twee keer per zondag naar de kerk. Op maandag had ik altijd catechisatie. Op vrijdag hadden we een club met de jongeren van de kerk. Dus je zat hele echt hechte, in het hart van het kerkelijk leven? Ja, het was een hele hechte gemeenschap ook. Ik mocht niet op zondag voetballen. Wat van mijn ouders, wat vroeger nog wel eens tot discussies leidde, dat soort dingen. Ik ben in de christelijk gereformeerde gemeenschap opgevoed. Ik merkte wel, ook als jong meisje, dat ik op een gegeven moment veel vragen had. Bijvoorbeeld waarom er altijd een man op de kansel stond en dat nooit een vrouw was. Waarom alleen maar mannelijke diakenen en ouderlingen waren. En waarom de vrouwen dan na afloop van de dienst de koffie mochten inschenken. Ja, en kreeg je antwoorden die jou bevredigden? Of? Nee, en eigenlijk is dit ook de reden geweest dat ik op een gegeven moment een brief heb gestuurd naar de dominee en naar de kerkraad. Hoe oud was je toen? Ja, ik denk een jaar of 16, 17. Misschien iets ouder hoor. Toen heb ik, toen was ik inmiddels ook naar Nijmegen gegaan, dus ik studeerde daar. Ik kwam aanvankelijk nog wel ieder weekend terug, ook omdat ik ging voetballen. En dan wilden mijn ouders natuurlijk ook graag dat ik weer mee ging naar de kerk. Maar ik voelde me er minder thuis, omdat ik elke keer, af en toe had ik in de kerk niet zo'n neiging om even mijn vinger op te steken. Hallo. En een vraag te stellen over de preek die daar werd verteld. En daar was te weinig ruimte voor. En ik vind juist in een gemeenschap als de kerk moet er ruimte zijn voor dialoog, voor verschillende opvattingen, voor praten en discussiëren over wat er in die Bijbel staat, in plaats van dat het alleen aan je wordt verteld en zo hebben we het altijd gedaan. Ja. En daar was te weinig ruimte voor, vond ik. Ja, want wat doet het met jou? Want als je daar als kind opgroeit en je ziet dus dat er steeds een man is die een hele prominente rol inneemt in die gemeenschap. Wat doet dat met ook je eigen toekomstbeeld als meisje, als vrouw? Nou, ik ging daar dus wel vragen over stellen. Je nooit van, blijkbaar wil niemand horen wat ik zeg? Wat ik wel heel mooi vond was dat bijvoorbeeld bij de catechisatielessen die we op maandag hadden, dat daar altijd wel ruimte was voor, in ieder geval voor vragen. Dat de dominee daar echt tijd voor ons nam. Om te luisteren naar de vragen die wij hadden. Mm-hmm. Maar ik was denk ik gewoon niet tevreden met de antwoorden. Omdat we sommige dingen in de kerk, die zijn natuurlijk gegroeid vanuit een traditie. Hè, dat er alleen maar mannelijke diaken en ouderlingen zijn. Ik kan daar geen inhoudelijke reden voor bedenken waarom dat zo is. Ik denk dat het heel goed zou zijn als daar een gemengde groep zit. Omdat mannen en vrouwen allebei hun eigen waardevolle bijdrage hebben. Maar dat deden we nooit zo. En ik ben er nooit eigenlijk achter gekomen wat nou die reden is
Behalve dat we het altijd zo hebben gedaan en dat natuurlijk Jezus ook vooral mannelijke volgelingen had. En dat het kennelijk vanuit die traditie nog steeds duizenden jaren later zo is in een groot deel van onze kerken. Ja, inderdaad. Het is traditie natuurlijk ook hoe Maria Magdalena in de loop van de geschiedenis zijn afgeschilderd, wie ze geworden zijn. Ja, en dat zie je natuurlijk eigenlijk wel overal. In de hele kerkgeschiedenis zie je dat het vooral mannen zijn die naar voren worden gehaald. Dat zie je natuurlijk... In de katholieke kerk zijn genoeg voorbeelden van met name mannelijke heiligen. Maar ook in de protestantse kerk zie je toch wel voorbeelden van kerkvaders die allemaal mannen zijn. Ja, hey, en als je nou terugkijkt naar dat meisje, die jonge vrouw, die zo duidelijk wel haar stem liet horen in de kerk. Nu zit je in de kamer en laat je ook niet klein krijgen. Wat is bij jou het vuur? Wat brandt? Wat is jouw grote drijfveer? Ja, ik heb altijd wel geprobeerd om te doen wat ik belangrijk vond. En wat denk ik voor mij ook wel een groot verschil maakte. En ook wel een beetje maakte wie ik ben geworden. Is dat ik op een gegeven moment naar Nijmegen ging om daar te studeren. En terecht kwam bij de Nijmeegse Studentenvakbond. En daar me ging inzetten voor studenten, voor goed onderwijs. En daar eigenlijk een hele fijne nieuwe club mensen om me heen kreeg. Ook een hele warme groep. En daardoor... ook in aanraking kwam met de politiek. Want het is natuurlijk, als je bent opgegroeid in de Achterhoek, is Den Haag heel ver weg. En heb je eigenlijk geen flauw benul wat daar gebeurt. En ik ging wel stemmen, ook vanaf mijn 18e. Maar je hebt toch niet zo goed door hoe belangrijk eigenlijk politiek is. Mm-hmm. Hoe belangrijk het is dat we allemaal meepraten over dit land en over het beleid. En dat heeft voor mij eigenlijk wel het verschil gemaakt. Wat die vriendengroep jou toen gaf? Ja, en ook wel het... je gezamenlijk inzet voor een doel. Ik denk dat mensen heel erg behoefte hebben om ergens ook bij te horen, je gezamenlijk in te zetten. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland, dat zie je in Nederlandse kerken die grotendeels draaien op vrijwilligers. Maar je ziet het ook bij voetbalclubs en andere sportverenigingen. Je ziet het bij scholen waar ouders actief zijn. Het is heel erg belangrijk om in een gemeenschap op te groeien en met elkaar iets moois te maken. Nou, dat had ik bij de studentenvakbond waar ik toen terecht kwam. En daar zat dus de boodschap in dat ook als je uit Aalten komt, ver weg van Den Haag, dat je dan ook je plek mag en moet innemen. Ja, en dat je ook erbij hoort. De studentenvakbond was ook best wel een beetje een bonte verzameling van mensen die zich ook niet allemaal helemaal thuis voelden altijd. Ik was net vanuit de Achterhoek naar Nijmegen gegaan, wat toch wel een grote stad dan is in je ogen, want ik ben op platteland opgegroeid. Dus je bent op zoek naar mensen om je heen, naar een doel, naar een club om bij te horen, naar de juiste dingen om te doen. Nou, dat vond ik toen niet helemaal in mijn studie en dat vond ik wel bij de studentenvakbond. En dat heeft mij ook enorm geholpen om uiteindelijk die studententijd op een hele fijne manier door te komen. En jij hebt toen dan dus de kerk heb je duidelijk achter je gelaten. Is er ook iets wat is gebleven uit die opvoeding? Ja, zeker. En... ik heb niet het geloof achter me gelaten. En dat wil niet zeggen, ik twijfel heel erg over heel veel dingen. En ik denk dat dat juist ook wel de essentie is van geloven. Dat je mag twijfelen en dat je vragen mag blijven stellen. En ik heb die antwoorden niet. En daar blijf je mee bezig. Ik vind dat ook wel een mooi aspect van het geloof. Maar wat me ook is bijgebleven is dat ook vrouwen in de kerk en ook mijn moeder bijvoorbeeld, die zijn wel altijd heel... zij heeft me altijd wel geleerd wat het is om voor anderen klaar te staan. Zij heeft heel erg veel vrijwilligerswerk altijd gedaan. Mijn ouders waren, zonder dat ze zich ermee bewust waren, ook heel erg bezig met duurzaamheid. We hebben altijd vroeg geleerd om onze afval te scheiden, om geen dingen weg te gooien. En dat zit eigenlijk ook al heel erg in wie ik nu ben geworden. Ook in GroenLinks trouwens, duurzaamheid en sociaal. Maar ik denk dus dat mijn ouders mij dat onbewust hebben meegegeven, ondanks dat zij helemaal geen GroenLinksers zijn. Dus wat op dat gebied is het ook heel vormend geweest. Ja, juist omdat wel de kerk een plek is waar aan anderen wordt gedacht. En dat als wij vroeger met club maakten we een lijstje wie welke oudere mensen ging bezoeken. Gingen we nadenken over wat we deden voor elkaars verjaardag. Bedacht je altijd wat je met elkaar kunt doen en voor de gemeenschap kunt doen. En dat is wel altijd heel erg in mij gebleven. En dat heb ik van de kerk geleerd, dat heb ik van mijn moeder heel erg geleerd, die ook altijd vrijwilligerswerk deed overal. En dat is altijd bij mij gebleven. En heb jij een sleutel of een tip om de politiek inclusiever te maken? Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen
doen wat ze belangrijk vinden en wat ze leuk vinden. Want ik krijg wel eens die vraag, ook van jongeren, die dan zeggen, ja, welke carrièrepad moet ik doorlopen om Tweede Kamerlid te worden? Dan zeg ik altijd, ja, dat is er niet. Want het hangt er ook een beetje af van geluk of je het wel of niet haalt. En in mijn geval ben ik 2 keer met voorkeurstemmen gekozen. Dat had net zo goed niet kunnen gebeuren. Dan zat ik nou niet in de Tweede Kamer. En ik denk dat het wel is gebeurd, omdat ik altijd dingen heb gedaan die ik belangrijk vind en mooi vind om te doen. En ook door mijn omgeving en ook door mijn ouders gesteund ben om dat te kunnen doen. Ondanks dat mijn ouders natuurlijk ook niet altijd mijn keuzes begrepen. Maar je bent wel gesteund. Ja. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je helemaal niet een carrièrepad over 30 jaar hoeft uit te stippelen. Want je weet niet of het lukt. Maar hou je wel nu bezig met wat voor jou nu belangrijk en waardevol is. En blijf dat vooral doen. Dat je doet waar je hart sneller van gaat kloppen. Ja, en dat zorgt er... In ieder geval, dat heeft mij geholpen. Hè? En ik, misschien heb ik ook wel heel makkelijk praten. Want achteraf is het allemaal goed gekomen. Het had net zo goed gekund natuurlijk dat het niet lukte met mijn opleiding. Of dat ik op een andere manier ergens pech had gehad. Dat ik niet in Nijmegen in de gemeenteraad was gekomen. Of op de lijst van de Tweede Kamer. Ja, dan had ik iets heel anders nu gedaan. Maar ik heb wel altijd tot nu toe geprobeerd om te doen wat ik belangrijk vond. En ook niet te ver vooruitgekeken. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd wat je van dit gesprek vond. Dus laat een reactie achter, geef een duimpje of abonneer op dit kanaal.